Veel toeristen liggen een aantal uur per dag op het strand. En dat is niet gek, want de zon schijnt 300 van de 360 dagen per jaar. Maar de gemeente Beendorm besloot om een groot openluchtmuseum in te richten op de openbare weg. De stad exporteert foto's en sculpturen in de buitenlucht om bezoekers aan te trekken. Het kanon staat er al jaren, maar er is meer. Zo kun je sinds 2019 stukken van de oude kasteelmuur bekijken. Maar helaas is er ook achterstallig onderhoud. De glazen plateaus zijn al kapot en door condensvorming kun je nauwelijks zien wat er te zien valt. Sinds Pasen staan er op het plein ook twee enorme hoofden van ruim 7 meter hoog. Ze heten Sylvia en Maria en zijn van kunstenaar Jaime Plensa. Dit initiatief is voortgekomen uit een eerder project waarin hij 1000 gezichten in Chicago fotografeerde. En er is meer, zoals een mooie plafondschildering en enkele nostalgische foto's. Aan de Paseo de Poniente staat ter hoogte van de Avenida Puerto Rico het beeld van de zwanen van de Taiwanese kunstenaar Hun Yi. Eerder stonden 12 sculpturen van Galaxia Hun aan de Avenida de Mediterraneo. My Secret Garden is de tentoonstelling van 6 monumentale werken van de Belgische kunstenaar Arne Quinze, die de aandacht trekken door hun kleuren en vormen. Toeristen kiezen Beendorm niet uit om een museum te gaan bekijken, dus waarom niet de hele stad in een museum veranderen? Als u ze nog niet gezien hebt, ga eens kijken.